Zwarte Cross TV. De Vieverberg, de thuisbasis van de graafschap. Of moet ik zeggen de superboeren. Loek en Fiene bunt onderweg naar het stadion en ze hebt een vraag aan Nick van den Dam, een van de keepers van de graafschap. Hi, hallo. Kan ik jullie helpen? We hebben een afspraak met Nick voor penalty schieten. Ja, ik zal Nick even bellen. Mogen jullie vast doorlopen die kant op? Dankjewel. Een telefoon? Daar wordt er gebruik ik bijna nooit. Ik noem het altijd een Ria-Isa. Kijk, het is zo fijn de hen Ria. Snap je het nou? Kijk, ik ben Nick. Welkom. Ik ben Loek. Ina. Wat komen jullie doen? Wij hebben eigenlijk een vraag. Hoe schiet je een penalty? Dat is een goede vraag. Zullen we even omkleden? Dan gaan we daarna oefenen. Ja. Ja. Nou, daar zijn we nou jongens. In de Vijverberg. Vinden jullie ervan? Mooi. Normaal met alle supporters hier. Hele mooie sfeer. Gaaf hè? Ja. Met de penalty schieten is het vooral belangrijk dat je een goede aanloop neemt. En goed je standbeen naast de goals of naast de bal zet. En als zo goed mogelijk een harde bal richting de hoek schiet. Zullen we eens gaan oefenen? Ja. Laat maar eens zien hoe jullie schieten. Kom maar mee. Zo. Goeie bal. Nu nog iets meer in de hoeken. Goede aanloop nemen, iets opzij. Zo ja. En goed in de hoek mikken. Lekker, goede bal. In de hoek. Kijk. Goede aanloop, zet je voeten goed neer. Zo! En jij zegt dat je niet kan schieten, hè? Zo, jullie hebben een paar ballen goed kunnen oefenen. Denk eraan, goede aanloop. Goed je voet naast de bal zetten. En goed hard in de hoeken. Ja. Dan komt het goed. Ja. Kom op dan, eraan. Nog één bal. Top, hè? Dat is een masker. Menske, dat is een oud vrouwtje. En jullie moet niet schieten hè, als een menske, als een oud vrouwtje. Maar met een beetje meer overtuiging. En eraan, dat betekent er tegenaan gaan. De lijfspreuk van de graafschap. Snap je het nou? Van? Heel leuk. Ging goed toch? Ja. Denk eraan, goed blijven oefenen. Denk in de tips. Goede aanloop, goed je voet naast de bal en lekker hard in de hoek. En wie weet zien we dan ooit op de Vijverberg. Ja. Zullen we weer terug? Ja. Zo, weer wat geleerd. Ik schiet waarschijnlijk wel als een menske. Nou ja, ik werd in ieder geval wel wie de penalty schiet nemen bij het team van Loek en Fiene. Dat was hem weer. Ajuus en goed gewoon. Zwarte